Wat een pareltje. Ja, echt een pareltje was het. Ja, die medaille van Tess Schouten. En heel dat sportgeweld, wat er ook allemaal gebeurt. En waar ze ook allemaal medailles halen met roeien of met hockey of weet ik veel met allemaal meer. Die medaille van die Tess Schouten. Ja, dat is een echte Olympische medaille, vrienden. Die bronzen medaille, dat derde plaats op de 200 meter schoolslag zwemmen. Dat is weg. Zwemmen is echt een wereldsport. Wordt door iedereen gedaan. Australië, Amerika, Japan, China, iedereen die doet mee aan die sport. En als je daar dan een bronzen plak pakt, dat is een fantastische. Fantastische prestatie. Ja, geweldig. Daar mag Bodegraven, die mag daar, die 36.000 inwoners daar in Bodegraven, die mogen werkelijk met hun borst zo helemaal vooruit gaan lopen. En die mogen blij zijn met Tess Schouten. En niet alleen vanwege die medaille, maar ook vanwege het interview wat ze gaf. Die Tess Schouten, heb je er gezien? Daar stond een zo'n blije Hollandse meid gewoon. Ja. Ja, daarom is het ook een pareltje. Ja, Tess Schouten. Want er werd geen vraag gesteld. Zij kletste en babbelde. Dus ze was zo verschrikkelijk blij en opgelucht dat ze de derde plaats had gehaald. Ja, als je nou chagrijnig bent, hè, en je zit er even doorheen en je weet niet meer eventjes hoe het verder moet in het leven, nou, pak dat interview van die Tess Schouten erbij. Ja, en vrienden, daar zal je steun aan hebben. Dan weet je weer hoe je blij verder moet in het leven.